watching from the windows. All those years outside looking in. All that time, never even knowing just how blind I've been. Hallo en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben nu op het station bij Disneyland. Ja, ik ben hier samen met mijn lieftallige vriend. En we hebben net echt een hele lange reis van, zo van 4 uur gehad. En was even gestrest, want we waren bijna te laat voor onze tweede trein. Maar hey, we hebben alles gehaald. We gaan straks het park in. En de reden waarom we hier zijn is omdat ik morgen jarig ben. Oké, ik ben heel erg gelukkig. Ik heb al mijn Minnie Mouse oortjes op. En we gaan straks het park in. Het is nu bijna 1 uur. Ik ben happy. We lopen nu naar de ingang. Ik heb niet eens het gevoel dat ik in Disney ben. Ja en nee. Maar vaak heb ik pas het besef later, als ik zeg maar weer thuis ben, dat ik er dan ben geweest. Maar ik ben happy. Maar dat heb ik al 10.000 keer gezegd waarschijnlijk. Ik was dus lekker aan het rondkijken toen liet zo'n Disney figuur me schrikken. Ik weet niet hoe die heet, maar hij loopt daar. Van Aladdin. Ik zat gewoon een beetje tegen mezelf te praten en toen keek hij me zo aan en zei hij, waarom heb ik dat nou weer? Dit figuur leek me net schrikken. Het is inmiddels bijna 5:30 en wij staan te wachten op de parade. En hoe druk is het, Richie? Geen woorden om te beschrijven, alles staat vol bijna. Oh jongen, dit is toch niet normaal? Het is logisch, maar het begint dus pas over een kwartier. En alles staat al vol. Het is 7:30 en wij zijn in het hotel. We verblijven in het Kiriat Hotel. Kiriat Hotel. Dat is een partnerhotel van Disney. En ik zie dat mijn lens nu smerig is, dus die moet ik zo even schoonmaken. Het is een prima kamertje, het is lekker basic. Maar ik laat wel even zien
hoe het eruit ziet. Mocht je erheen gaan, dan weet je wat je kan verwachten. Dit is de badkamer. Het is gewoon heel simpel. Het is clean. Dat is het belangrijkste. En er is ook nog een bad. Nice. En dan hebben we hier de slaapgedeelte. Toen ik deze kamer binnenliep, zei ik tegen Rich dat ik hier ging slapen. In het stapelbed. Maar dat wil hij niet. Dus dat wordt hem niet. Ik ga namelijk hier slapen. Op dit bed. Hij is niet mega zacht. Niet mega comfortabel. Hij is te doen. Ja. TV'tje. Alleen maar Franse zenders. Ja, dat is niet zo leuk. Maar hey, wat wel heel interessant is. Ik ging net even hier doorbladeren. En ik zag dat ze een farm hebben. Dus een boerderijtje met allemaal diertjes. Dus we gaan kijken waar dat is. Dan gaan we even diertjes spotten. Oh, doei. Het is vandaag 24 juli. Dat betekent dat het vandaag mijn verjaardag is. Als allereerst heb ik een cadeautje van Richie gekregen. Het is deze ring in de vorm van een kroontje. Maar we staan nu echt voor de ingang van Disney. We gingen net met de Uber hierheen. Want het duurde echt een eeuwigheid voordat de bus kwam. En iedereen zat op de bus te wachten. Dus dan zou het echt proppen worden. En daar had ik geen zin in. Maar dat wist ik nog niet. Maar hier heb je een Papiano en een Five Guys. Dus mocht je daar zin in hebben... Dat heb je hier, maar we gaan nu naar binnen. Ik heb net mijn favoriete Disney figuur ontmoet. Nou ja, je bent mijn favoriet. Oh, lekker mini. We hebben echt... meer dan een uur in de rij gestaan, echt belachelijk. Maar ik heb mijn foto, dus dat maakt mijn dag weer goed. We lopen nu naar Walt Disney Studios en beide van ons zijn er nog nooit geweest. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat wil jij sowieso beleven daar, achter die poorten? Serieus opvangen. Nou, we weten dat er een meet and greet met Incredibles is. Misschien als we weer in de rij willen staan. Ratatouille. Daar wil ik sowieso in Ratatouille. Ik haat wachten en Fastlane tickets zijn zo duur, dus dat ga ik niet aanschaffen. Maar ik heb er zin in, ik ben benieuwd. Ratatouille was leuk. Ja, we hebben best wel oké gewacht. Dus we mogen hier zijn, laat ik dat niet zeker aan. En we lopen de attractie uit en we zien mensen muziek spelen. Hoe Frans wil je het hebben? Ik heb niet eens het gevoel dat ik in Disney ben. Bien choisi son moment pour envoyer une nouvelle recrue. Bon, très bien. Vos rangers de l'espace, écoutez attentivement. Goedemorgen, het is vandaag alweer de derde dag dat we in Disney zijn. We zitten nu in de Starbucks, dat zal weer niet zo zijn, maar ik wist dat we hier in de Starbucks zat, dus dat is lekker. Ook heb ik net een diner restaurant hier ontdekt. We waren daar net naartoe geweest, alleen je kon er nog alleen ontbijten, maar dat wilde ik niet.
Dus misschien komen we daar later op de dag nog terug. Want het is heel erg mooi. En ik wil daar heel veel mooie foto's bij. Want het is echt super cute. En nu delen we een caramel. Nee? Frappuccino. Caramel frappuccino. En straks gaan we het park in. Gaan we gewoon nog een beetje rondlopen. We zijn allebei echt kapot. Want ja, als je al sowieso 2 volle dagen dood aan het wandelen bent, dan... In de hitte. In de hitte nog wel. Dan ben ik op een gegeven moment er wel klaar mee. Aan de ene kant wil ik nu het liefst naar huis. Maar aan de andere kant ga ik nog wel van de laatste dag genieten. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, gisteren natuurlijk, mijn verjaardag. Het was een hele magische dag. Ook weer warm. Maar het was wel heel erg chill. En nu het is gewoon een soort van de day after, de two days. Het is gewoon lekker rustig gaan chillen, lekker door Disney rondlopen. Een beetje van de magie gaan proeven. En vanavond gaan we richting huis. We zitten nu op de grond in de schaduw met een slushy en popcorn. Oh, ik voel nu een windje komen, zo lekker. Maar mocht je in Disney zijn, haal even popcorn. Het is wel heel overpriced, maar het is heel lekker. En de slush ook. Oké, je hoort waarschijnlijk keihard muziek, maar we zitten ergens te chillen in het Alice in Wonderland Dolhof. Het is nogmaals nog steeds heel warm, dus we proberen gewoon heel rustig aan te doen. Ik word afgeleid door de box. Ik had eigenlijk niet zo dicht bij de box moeten zitten, maar hey, we chillen dan. Hallootjes, een update over mijn Parijsreis. Als allereerst, ik heb een knuffel gekocht. Ten tweede, wij hebben flinke, maar dan ook echt flinke vertraging met de trein. Onze trein zou 7:50 hier vertrekken en dan zouden we het al krapjes zitten met onze aansluiting. Nou, die aansluiting missen we compleet. Want we hebben dus 75 minuten vertraging op dit moment. Ik wil niet dat het erg wordt. Dus hopelijk komt überhaupt de trein op de dagen naar Brussel. En dan stranden we gewoon in Brussel, want de laatste Thalys missen we dus. Wat een avontuur. Ik ben nooit echt een zurpie, maar als zulke dingen gebeuren, ben ik er gewoon echt helemaal klaar mee. Vandaar dat ik even mezelf heb beloond met een heel schattig beestje. Ik heb niet eens een knuffel nodig, maar op dit moment wel. Maar we zijn er helemaal doorheen. We zitten er doorheen. We willen dit gewoon niet meer. Het liefst zou ik mezelf nu willen teleporteren en thuis zijn. Maar hey, dat kunnen we niet. Nu is het maar een kwestie van wachten en hopen op het beste. Update over deze chaotische avond. Wij zijn in een hotel beland. We kwamen op Brussel aan, Brussel Zuid. En toen hadden 2 mannetjes het geregeld. En zo chill, want hun werktijd was al voorbij. En toen gingen ze het voor ons regelen. Er waren ook nog andere Nederlanders die ook hier waren gestrand. Het hotel is prima. Lekker bedje. Dus wij gaan slapen. Het is op dit moment bijna 11 uur. Nou ja, eerst even onder de douche springen. Want zoals je kan zien, zie ik er niet bepaald fris uit. En dan gaan we douchen, slapen, morgen ontbijten. En dan gaan we kijken welke trein we naar huis kunnen nemen. Wat een gedoe zeg, maar ik ben blij dat het geregeld is en dat we gewoon onderdak hebben. Dus slaap lekker. En ik ben later bij jullie terug. Het is inmiddels ongeveer 12 uur later en ik ben eindelijk thuis. Het was even een gedoetje. Maar ja, ik ben wel weer blij dat ik thuis ben. Ik heb hartstikke, maar dan ook echt hartstikke genoten. Trouwens, ik wil jullie bedanken voor alle lieve verjaardagswensen. Ik kan het nog even niet geloven dat ik al 20 ben. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Laat vooral hieronder in de reacties achter of jij een keer naar Disney bent geweest. Of meerdere keren. En zo niet. Blijkt het je leuk om een keer naar Disney te gaan. Ja, ik wil er zeker nog wel een keertje heen. Maar ergens ver in de toekomst. Ik vind het voor nu wel goed geweest. Want 3 dagen is best wel pittig. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!